Ja, dat is alleen maar goed natuurlijk. Je krijgt er, we hebben 6 wedstrijden gespeeld op goed niveau. En ja, om beter en sterker te worden, ja, zijn deze wedstrijden heel belangrijk natuurlijk voor de ontwikkeling van de spelers. Het verschil tussen de Nederlandse competitie en nu deze 6 wedstrijden? Nou, dat is, ja, je speelt sowieso natuurlijk een ploeg uit Europa. Goed, toevallig vandaag Napoli. Ja, die proberen ook met andere dingen. Ja. Dat professionele, wat ze dan een beetje zien van een grote broers. Ja, dat nemen ze dan ook mee. Een beetje gemeen, een beetje tikkie daar. En goed, hoe ga je er zelf mee om? Dus dat hebben we ook voor gewaarschuwd. Dus je moet je natuurlijk niet gek laten maken en gewoon je eigen spel spelen. Tegen Italianen is het ook niet handig om vroeg met 1-0 achter te komen, denk ik. Nee, dat hadden we puur aan onszelf te wijten. We stonden helemaal niet goed. We stonden op lijn achter. Ja, een steekbal. Loop je zo uit de rug. Geen druk op de bal. Dus ja, dus daar begonnen we niet goed aan. En daarna was er nog een keer zo'nzelfde mogelijkheid. Dus ja, was niet goed. Nee, dan hebben we het even over dat de verdediger, of dat er aanvallen achter de verdediger kwam. Keeper omspeelde en bij de tweede keer schoot hij mis. Daarna vond ik... Ging het wat beter met jullie? Een beetje de schroom van jullie afgegooid. Heb je toen nog genoten van je ploeg? Nou goed, we kregen in balbezit wel veel ruimte. We spelen natuurlijk 5-3-2. En in balbezit op het middenveld, ja, dan konden we een paar keer goed doorvoetballen. Ja, dat bleek ook wel uit de eerste goal. Dat was natuurlijk een fantastische goal. Ja, dat ging ook weer meer schrijven en goed afgemaakt. Dus als we in de balbezit kwamen, hadden we ook wel de momenten om goed te voetballen. Wat is nou je conclusie na deze 6 wedstrijden? Nou goed, ik denk dat we verdiend door zijn en dat hebben we ook bewezen. We hebben 1 wedstrijd verloren, dat was de eerste tegen City. Dus we hebben daar toch stappen in gemaakt natuurlijk, zeker gezien de tegenstanders. Ja, want hoe goed is dit team als we het gaan vergelijken met de andere Europese teams? Kan je daar vergelijking mee maken? Nou goed, dat weet ik niet. Die andere teams zie ik niet spelen. Maar goed, als je kijkt naar Manchester City, ja, dan moet je natuurlijk aan de bak. Maar tegen Napoli, Shakhtar, dan denk ik toch dat wij de bovenliggende partij steeds waren. En tegen City, de laatste wedstrijd, ja, hadden we daar ook meer uit kunnen halen. Maar goed, ik denk dat we op dit niveau heel goed mee kunnen. Bij de 4-3 zag ik alle spelers naar de hoek rennen, naar de supporters. Maar ik zag u niet mee rennen. Gaat dat niet meer of had u er wat is er? Nee, maar ik heb ook die snelheid niet meer, maar ik heb een versleten heup, dus dat moet ik ook niet doen. Tot slot, Tyrell Malacia, die deed niet mee, want er zijn wat blessures hè, bij het eerste. Mocht hij spelen of mocht hij in de komende weken spelen, wat zou hij voor spelen en kan hij het eerste al aan? Ja, goed, hij zit nu bij het eerste elftal dat Haps geblesseerd is. En Nederland was geloof ik ook niet fit. Dus. Ja goed, kijk, als de jongens bij het eerste wegvallen, ja, dat zullen wij op moeten vullen, omdat we geen tweede elftal hebben. Dus als er wat gebeurt, ja, dan moeten wij het opvullen. Maar wat is hij voor type linksback? Ja, dat is gewoon een linksback die aanvallende mogelijkheden heeft, maar ook verdedigend zijn mannetje staat. Kortom, die is er klaar voor? Nou goed, hij is 18 jaar, dus hij moet het eerst laten zien. Dus hij zal eerst wedstrijden moeten gaan spelen, sowieso. Als je niet bij één speelt, ja, dan moet hij gewoon bij ons spelen. Om toch een bepaald niveau te halen.